Welkom bij de vroege vogels die nu al aangehaakt zijn. En dit is ook even een geluidstest, dus als je mij hoort, zou ik willen vragen om in de chat aan de rechterkant te laten weten dat je me hoort. Dan is dat vast getest. En pak nog een lekker kopje thee, koffie. Zorg dat je niet gestoord wordt en dan gaan we met een uurtje of vijf lekker aan de slag. Nou, omdat er wat vragen zijn over het geluid, heb ik maar weer even het geluid aangezet. Ja, kijk, Monique hoort mij nu ook helemaal goed, dus nu zou je me moeten horen. Maar ik zet het geluid wel even uit, want anders hoor je me hoesten en proesten. Tikken. Dus we hebben nog een paar minuutjes te gaan. Het is wel fijn als je inderdaad niet gestoord wordt. Ik zou zeker mijn telefoon uitzetten. Facebook weg, alle social media weg. Dat is eigenlijk de beste manier om zoveel mogelijk uit zo'n webinar te halen. Dus, ik zet het geluid weer uit, voor de duidelijkheid, en dan spreken we elkaar over een paar minuutjes. Dit is nog even een laatste soundcheck om te kijken of alles werkt voor jou. En om te zorgen dat je niet gestoord wordt tijdens het webinar, dat je je focus kunt hebben op het webinar. Kies een plekje waar je lekker kunt zitten, waar je lekker rustig kunt zitten. Kopje thee erbij, kopje koffie, glaasje water. En dan gaan we met een minuutje of twee, denk ik, van start. Voor de late aanhakers geven we nog even de kans om aan te haken. En dan gaan we lekker van start.
Goedenavond. Goedenavond allemaal. Welkom. Welkom bij dit webinar. Webinar over intuïtief coachen en adviseren. Mijn naam is Martijn Meijma. En ik ga jullie meenemen in dit webinar naar de... Ja, wat zullen we zeggen? Het spannende veld, zeg maar, vind ik altijd van intuïtie, coachen, adviseren. Als er vragen zijn, dan kun je ze stellen in de chat aan de rechterkant. Ook welkom voor de kijkers die later kijken, want er zijn vrij veel mensen die dit later willen kijken. Ook jullie kunnen nog steeds vragen stellen, die komen per mail bij mij binnen en dan zal ik ze beantwoorden. Stel gerust je vragen en dan gaan we lekker van start. Ik heb een presentatie die ik doorloop en af en toe zal ik mezelf laten zien, af en toe niet. Ik zal nu de presentatie erbij pakken. Ja, Martijn Meijma, 49, volgend jaar een mooie... Getal van 50. Ik ben getrouwd met Marianne. Ook al een flinke tijd. Gelukkig getrouwd. Twee dochters van 18 en 16 inmiddels. Dus dat wordt weer een mooie fase is dat. Sinds 2007 ben ik ondernemer. Daarvoor heb ik in een tijd in loondienst gewerkt. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. Geadviseerd vanuit Sintens, adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf. En sinds 2007 mijn eigen bedrijf, Intuïtief Ondernemen. Waarbij ik een combinatie leg tussen zaken doen en intuïtie. Hoe kan je nou intuïtie, intuïtieve methodieken, zo gebruiken dat je er zakelijk profijt van hebt? En ik geef dus ook heel veel trainingen op het gebied van intuïtie, op het gebied van zaken doen. Kortere workshops, intuïtieve marketing bijvoorbeeld. Maar ook dus langere trajecten zoals de opleiding intuïtief coachen en adviseren. Dat is trouwens wel mijn langste traject wat ik geef. En daar gaat het echt over... Ja, het overdragen van het vak eigenlijk van adviseur, van coach, van consultant. Maar ook voor managers, zeg maar, die zeggen van... Hey, ik wil op een andere manier met mijn medewerkers omgaan. Ik wil dat meer vanuit een intuïtieve laag doen. Ik geloof daar heel erg in. Want zodra je dus met die intuïtieve laag, en daar komen ze meteen ook nog wel op, aan de slag gaat... zal je merken dat je beslissingen inneemt die goed zijn voor jezelf, voor je mensen om je heen, voor je bedrijf. Maar ook voor de planeet, maar in het geheel. En dat vind ik het mooie van intuïtie. En dat is ook waarom ik zo graag wil dat zoveel mogelijk mensen hiermee gaan werken. En ook intuïtie inzetten in het coachvak en het begeleiden, zeg maar, van mensen en organisatie. Omdat ik dan geloof dat we met z'n allen een wereld kunnen creëren waar je in... Ja, harmonie vind ik altijd een beetje wel een soft woord. Maar waar je op een manier met elkaar samenwerkt, zeg maar, die bijdraagt aan een groter geheel. In plaats van dat ieder voor zich bezig is. Daar werk ik graag aan mee. En vandaar dat ze ook dit soort webinars, dat vind ik ook hartstikke leuk om te geven. En ook om die kennis en die ervaring over te dragen. Ik ben ook even benieuwd wie jullie zijn. Dus misschien kan je in de chat even laten weten waar je vandaan komt. Dus de plaats, land, waar je vandaan komt. Dus in de chat aan de rechterkant kan je dan laten weten waar je vandaan komt. Zodat we een beetje weten van, hey, wat voor mensen hebben we hier. Geloofbetrotter en nomade vind ik ook wel een mooi woordje. Wat hebben we nog meer voor mensen hier? Enkhuizen, Culemborg, Vragenzaaier. We hebben iemand uit Zwolle erbij. Uit Geest, Zeist. Nou, we hebben toch het redelijke land wel naar de middenstrook in ieder geval vertegenwoordigd van west naar oost. Noord-Zuid nog niet helemaal. En ik zal tegelijkertijd ook nog een andere vraag erin gooien. Maar je zet gerust nog even je plek van waar je werkt, waar je woont erin. En ik zal er even een vraag, en die komt onderaan. In welke mate gebruik jij je intuïtie in het coachen en begeleiden? Doe je dat nooit, af en toe, best wel vaak of eigenlijk altijd? Dus dat mag je ook erin zetten. En we hebben nog iemand uit Venlo, Terwolde. Nou ja, Monique zegt best wel regelmatig. Mag je even ook in de dat vinkje aanvinken, zeg maar. Dus die hoef je niet in de chat te zetten, maar onderaan staat een soort een polletje. Daar kan je dat aangeven. Nou, zo 33% zegt ik gebruik best wel vaak. En eigenlijk heel veel mensen, 71%, die zegt gewoon... Ja, het verandert inmiddels, dus 70% zegt dus... Ik gebruik het eigenlijk altijd.
Dus dat is wel leuk. Het is leuk om die mensen ook hier in dit webinar te hebben. Dus dat is wel gaaf. Oké, dus dat. Kijken of er nog een antwoord komt. Nee. Nou, dan gaan we verder. Ja, ik vind het altijd leuk om eerst een beetje een framework neer te zetten van waaruit ik denk en wat intuïtie voor mij is. Want intuïtie is een soort containerbegrip. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook waarom ik het gebruik, omdat heel veel mensen daar iets aan bij associëren. En nou, dat haakt vaak wel aan op wat ik doe. Maar ik vind het wel belangrijk om voor dit webinar aan te geven van hey, waar gaat intuïtie voor mij nou echt over? En dat heeft met mij te maken met die bovenstroom en de onderstroom. Nou, hier zie je twee mensen. En de achtergrond zijn die ijsbergen die we ook wel kennen. En in die bovenstroom, daar gebruiken we onze ratio. We denken na, we denken lineair na. We denken in of-of, we denken in stukjes, in ook lineaire tijd. We gebruiken woorden, maar ook gewoon beelden. Hè? Alles wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen. Lichaamstaal zit misschien wel iets meer naar de wateroppervlakte, maar het is wel zeker boven water, want dat kunnen we allemaal gewoon zien. En maar ja, daar communiceren we heel veel met elkaar, daar doen we dingen met elkaar. En als dat allemaal goed gaat en lekker loopt, dan is dat prima. Maar wat ik zie is dat, zeg maar, dat vaak als het problemen zijn, gaan we ook daar proberen die oplossing te vinden. We gaan andere woorden gebruiken, we gaan op een andere manier naar elkaar kijken. We gaan ook nadenken over wat we gedaan hebben, wat er fout gaat, wat er misschien beter kan. En dat helpt je tot een zekere hoogte, is mijn ervaring. Alleen als het wat complexer wordt. En zeker als, ja, vooral complexiteit is, dat er heel veel dingen met elkaar samenhangen, dat er heel veel actoren zijn, of dat het gewoon een soort brei in je hoofd is, dan kan je beter in die onderstroom gaan werken. Want in die onderstroom, daar gebeurt ook van alles. Als jij samen met iemand in een ruimte zit, ja, dan kan je al van alles voelen, waarnemen, dan krijg je allemaal ideeën al erover. Zelfs als je je ogen dicht doet. Want die onderstroom, ja, dat is meer energetisch, noem ik dat. Dat is wat meer. Ik zit ook zo te werken. Een beetje vingerspitsengevoel hoort daar wel bij. Hè? Onderbuikgevoel, maar daar komen we zo meteen op. Dat is geen intuïtie, moet ik zeggen. Maar dat gaat over dat wat er wel is, maar wat je niet met je vijf zintuigen kunt waarnemen. En wat wel een enorme invloed heeft op die bovenstroom. Ik gebruik ook wel eens de metafoor van een magneet met ijzerveilsel. En als die magneet beweegt, gaat het ijzerveilsel alle kanten op. En wij hebben allemaal zoiets, hè, maar waarom beweegt dat nou? Ja, dat is omdat er dus die magneet beweegt, maar die zien we vaak niet. En wat ik doe, wat intuïtie doet, zeg maar, die verbind je met die onderstroom. Die geeft je een toegang tot die onzichtbare laag. En daarom vind ik het zo krachtig, want daarmee kan je dus de vinger op de zere plek leggen, veel sneller weten van waar gaat het hier nou echt over. In die onderstroom is ook geen tijd en ruimte, dat is wel interessant. Daar zou ik een heel webinar kunnen wijden. Maar dit is dus een veld, zeg maar, waar je voorbij tijd en ruimte waarneemt. Dus je kunt eigenlijk al, je kunt bij wijze van spreken voelen dat wij nu met een groep hier aanwezig zijn. Misschien kun je dat ook wel even een beetje voelen. Of waarnemen. Voelen is maar één van de waarnemingsmogelijkheden. Het interessante is dat er nog veel meer mensen dit webinar gaan kijken. Dus je kunt je ook al verbinden met de andere mensen die niet op dit moment dat jij kijkt, gekeken hebben of gaan kijken. En je merkt dat ik wat stiller word, hè? Want intuïtie vraagt om even wat verstillingen naar binnen gericht worden. Dus kijk maar eens of je je beide voeten op de grond kunt zetten. Misschien eventjes wat dieper ademhalen. Of misschien eventjes wat loslaten wat je allemaal aan het denken bent geweest. Ik gooi er meteen gewoon een oefening in. Dat is altijd leuk. Ja, als je met intuïtie aan de slag gaat, ik merk al van bij mezelf ook, dan ga je meteen kijken naar voelen naar anderen. Kijk eerst eens hoe het met jezelf is. Hoe is het met jou op dit moment? Je kunt je ogen dicht doen als je wil, maar je kunt ze ook gewoon open houden. Voor deze oefening kan het prima. Dus je ademt eigenlijk alleen maar in en uit. En je neemt gewoon eens waar als een soort toeschouwer. Je kan ook wel voorstellen dat je in een soort van hoek van de kamer zit. En dat je daar kijkt van, hey, grappig, daar zit ik op een stoel. Ik zit een webinar te geven. Mijn ademhaling is redelijk rustig. Ik zit ook een beetje achterover.
Ik vind het eigenlijk wel leuk, merk dat ik wel, wel schik in heb. En vanuit daar ga je eens voelen van en waarnemen van hé, oké, er zitten dus nog meer mensen tegelijkertijd eigenlijk naar hetzelfde te kijken. Hoe is dat? Zijn dat er heel veel? Zijn het er wat weinig? Zijn het verschillende mensen? Zijn ze ver weg, dichtbij? Dus je kan eigenlijk, hoe ik het voel, is dat je een soort van nou, het is een soort clubje, zeg maar. We zijn een soort clubje. En dat clubje kan je voelen. Dat je met elkaar iets deelt. Namelijk dat we met elkaar hier nu met dat webinar bezig zijn. En je kunt het nog uitbreiden naar mensen die dus in de toekomst dat gaan kijken. Of zeker voor mensen die later kijken. Mensen die dat in het verleden hebben gekeken. En zo wordt uiteindelijk dat clubje vergroot je eigenlijk wat door de tijddimensie eruit te halen. Door te zeggen, oh ja, we doen alles door de hele tijd heen. En wat ik altijd het mooie vind, en dit doe ik in opleidingen en trainingen, doe ik dit ook gewoon fysiek, zeg maar, dat je dat met elkaar gaat ervaren. Dat door je op die laag te verbinden met elkaar en elkaar waar te nemen, ontstaat er eigenlijk meteen een band. Ontstaat er meteen een soort van, oh ja, hey, grappig, we horen bij elkaar. En we hebben elkaar aangeraakt, zeg maar, eventjes. Want wat er gebeurt als je elkaar in het dagelijks leven ontmoet, in die bovenstroom, nou, dan zie je kleren en dan ga ik er van vinden. En dan zegt iemand wat met een bepaald accent of met iets, die doet me denken aan mijn moeder of mijn vader. En dan gaan er allerlei programma's in mij draaien, die me niet echt veel helpen om zuiver en vanuit een soort van neutraliteit in verbinding te blijven met die ander. Nou, dat is voor mij, zo grappig, dit ontstaat eigenlijk ook niet zo ter plekke, hè. Maar dat is wel redelijk de essentie ook van intuïtief coachen en adviseren. Is kun jij vanuit neutraliteit in verbinding blijven? En vanuit die neutraliteit, daar kom je uiteindelijk ook veel meer bij die intuïtie terecht. Maar goed, ik ga nu een aantal sheets naar voren. Dit was even om te ervaren van, dit is die bovenstroom en we hebben een onderstroom. En in de onderstroom is geen tijd en ruimte. En er is ook geen plus en min. Dat is bedoel ik over die neutraliteit. Is dat je, de hele wereld bestaat natuurlijk uit dualiteit. En nou ja, het ultieme zou mooi zijn natuurlijk als je alles eigenlijk kan integreren in jezelf. Dus en de plus en de min. En dan, als je dat kan, kan je dus ook bij anderen neutraal kijken. Omdat je dus en die plus en die min in jezelf ook onderkend hebt. Iedereen heeft een donkere kant, een lichte kant. Iedereen heeft boosheid, iedereen heeft blijdschap. Alleen bij de ene zit dat ene polariteit wat verder weggestopt dan de andere polariteit. Dus er is geen plus en min. Het gaat over energie en er is geen tijd en ruimte. En via je intuïtie krijg je daar dus toegang toe. Als er vragen zijn, gooi ze in de chat. En anders ga ik gewoon lekker verder. Ja, intuïtie komt wat mij betreft in 6 smaken. En ja, ik heb er ook meteen helder voor gezet, want intuïtie is altijd helder. Het is een soort van flits, het is een soort van instant weten. Weten is er dus eentje. Alleen als we er helder voor gaan zetten, dan wordt het soms een beetje paranormaal. En voor mij is het juist heel normaal. Iedereen heeft dit. Iedereen is intuïtief. Dat is niet iets vrouwelijks, dat is niet iets mannelijks, dat is niet iets van vrouwen in paarse jurken of Tibetanen op een grote berg. En het komt dus in 5 in 6 smaken. Dat is zien, dus dat je, en dat helder zien, dat gaat dus voorbij kijken met je ogen. Je kunt dus ook je ogen sluiten, een beeld oproepen. Of dat je als je je ogen opent, dat je ziet van, hé, mijn blik wordt daarna getrokken. Ik weet niet waarom, maar daar wordt mijn blik naartoe getrokken. Dat is helder zien. Helder voelen gaat over voelen, zonder dat daar allerlei emoties en oude pijn en verlangens doorheen zitten. Dus dat onderbuik, die is echt wel, het zit ongeveer dezelfde plek. Alleen het helder voelen, dat is veel meer, is veel zuiverder, veel helderder. En dat is eigenlijk dus weer los van al die oude pijn en verlangens en patronen die je ook hebt opgeslagen in je buik. En helder voelen gaat voor mij ook wel over met je handen voelen. Dus soms kan je, zeg maar, bij wijze van spreken, kan je bijna iets tastbaar voelen, zeg maar. Ik heb dat ook wel eens een oefening gedaan. Ja, hoe groot is dit bedrijf, zeg maar? Oh nee, dat is wel een heel groot bedrijf. Of wat is de potentie? Dus dat zijn ook wel interessante
dingen die je met je handen kunt doen. Dan hebben we ook nog helder weten. En dat moet je niet verwarren met je denken. Maar helder weten, dat zijn die flitsen van... Hè, hoe weet ik nou dat ik dit weet? Maar ik weet het gewoon. Het is eigenlijk ook... mijn moeder noemde het helder praten. Het is ook zoals ik nu aan het praten ben. Ik heb een soort van structuur. Maar daarbinnen laat ik het eigenlijk los. En dan kijk ik wat komt er binnen. En wat wil ik nu gaan vertellen? Of eigenlijk wat wil er door mij verteld worden? Dat is bijna wat het is. En het mooie daarvan is, ik gebruik dat ook zeker in coaching. En dan natuurlijk de vraag, is het dan nog coaching of is het advies, is het reading? Ja, geef het een naam. Maar soms moet ik een bepaalde vraag stellen. Of moet ik gewoon iets delen met iemand? Of komt er een bepaald boek bij mij omhoog? Of komt er een bepaalde naam van een persoon omhoog? En dat deel ik eigenlijk altijd, omdat ik weet dat dat uiteindelijk toch ook weer die ander verder gaat helpen. Nou, helder horen, dan hoor je woorden of stemmen of geluiden of muziek. Zelf heb ik dat niet zo, maar dat schijnt wel goed te werken. Dat je dus echt het hoort zonder dat dat het geluid fysiek in de ruimte aanwezig is. Nou, met ruiken en proeven is eigenlijk hetzelfde. Dan ruik je iets of je proeft iets wat niet fysiek in de ruimte aanwezig is, maar wat jouw informatie eigenlijk geeft over wat intuïtieve informatie ook is. Nou, ben ik wel eigenlijk nieuwsgierig. Even kijken hoor. Dan ging ik daar toe. Welke kanaal bij jou nou het meest actief is? En dan mag je weer eronder, komt er nu weer een polletje. En dan mag je ook even aangeven van welk van die kanalen is bij jou nou het meest actief. Helder voelen heb ik al. Helder weten. Ja, nog meer helder voelen. Helder weten, helder voelen en helder weten zijn het vooral. Ja, helder zien hebben we ook nog daarbij. En het is wel grappig, want ik heb deze volgorde niet voor niets gekozen. De bovenste drie zijn eigenlijk wel degene helder voelen, helder weten, helder zien. Dat zijn wel degene die het meest actief zijn bij mensen. En die andere, iedereen heeft ze hoor. En ik ben zelf nu ook, ik ben niet zo helder voelend, dat ben ik steeds meer aan het ontwikkelen. En ik zou ook wel helder horen en helder proeven en helder ruiken willen ontwikkelen. Want het is eigenlijk net zo als met je normale zintuigen. Dus hoe meer je kanalen je in gaat zetten, of hoe meer smaken je gaat gebruiken. Smaak is natuurlijk een beetje tricky, dat gaat er wel over. Maar hoe meer kanalen je van je intuïtie gaat gebruiken, hoe verrijkter eigenlijk het beeld wordt wat je krijgt. Ik gebruik beeld, maar hoe de waarneming die je krijgt. Dus het komt heel nauw met de woorden als ik hierover praat. Ik zeg altijd, gebruik de twee kanalen die je het meest ontwikkeld hebt, of het ene kanaal. Maar ga kijken of je dat kan uitbreiden. Dat is ook wel iets wat we in de opleiding gaan doen, zeg maar. Suzanne zegt helder waarnemen, vraagteken. Ja, misschien is helder waarnemen is wel een mooi woord inderdaad voor al deze kanalen bij elkaar, zeg maar. Dus dat is ook wat je bedoelt, Suzanne. Even kijken, dan zetten we de presentatie weer aan. Ja, en intuïtie. Weet je, we leren op school Engels, we leren Nederlands, we leren soms Spaans, Grieks, Latijn. Maar de taal van je intuïtie, die leer je niet. Sterker nog, die wordt zelfs soms afgeleerd. Want dan zeg ik, ja juf, ben je boos? Ik ben niet boos, ik doe niet zo brutaal. Terwijl ik feilloos helder gevoeld heb, of misschien was het meer empathisch voelen, dat ze boos was. Of ik zeg, nou weet je, hier is mijn onzichtbare vriendje. Of volgens mij gaat er morgen dit en dit gebeuren. Of dus je kan allerlei van die uitingen van jouw intuïtie. Want jij als klein kind heb je dat helemaal niet door. Wat is nou intuïtie? Wat is in de fysieke werkelijkheid en wat is in de niet-fysieke werkelijkheid? Maar wij scheiden dat vaak. Maar een kind weet dat niet. Maar in je verleden, zeg maar, ben je daar vaak. De een wat meer dan de ander is wel op afgerekend of afgestraft. Of is dat in kaders gezet van dit kan niet of dit mag niet of dit. Dit geloven wij niet. En daardoor ben je andere dingen gaan geloven en ben je op een andere manier naar de wereld gaan kijken. Maar iedereen heeft dus die intuïtie en die taal van de intuïtie moet je dus jezelf weer eigen gaan maken. Het is vaak metaforisch. Dus het komt in beelden, in smaak, dan krijg je de smaak van koffie. En dan de smaak van metaal, wat moet ik daarmee? Dus het gaat erover om dat jezelf weer eigen te maken. Maar wat betekent dit voor mij? En voor iedereen is het anders. Dus je kan wel googlen, wat betekent de kleur roze als ik die zie. Maar dat is voor de een het een en voor de ander het ander.
En om daarmee in te communiceren, en dat is natuurlijk als je gaat intuïtief coachen en adviseren, dan hou je het niet helemaal bij jezelf. Sommige dingen wel, maar sommige dingen wil je ook communiceren. En dan is het wel handig dat je er woorden aan kunt geven. En een gevoel bijvoorbeeld, helder voelen, is best lastig. Want dan, ja, hoe geef ik daar gevoel aan? Dus soms kan je daar dus ook weer woorden aan vragen. Van wat woord hoort je daarbij? Of je laat beelden ontstaan. Ja, en uiteindelijk gaat het er dan over dat je dus vanuit de leegte eigenlijk gaat waarnemen. Dat leegte, die stilte, die, ja, hoe zeg ik dat? Ja, waar geen plus en min is, hè? Dat nulpunt. En dan komt ook die taal, dan kan je ook die taal weer verder verfijnen voor jezelf. Ook als je daar wat vaker naartoe gaat en dus in contact bent met die intuïtie, dan heb je op een gegeven moment door van, oh ja, die rilling, dat betekent, bij mij betekent een rilling over mijn rug bijvoorbeeld, dat ik bij de kern zit, dat het hier echt over gaat. Dan hoef ik niet meer te twijfelen als ik in een coachsessie zit of als ik met een groep bezig ben. Nou, en daar gaan we op verder, want dit is waar het over gaat. Ja, waar kan je dan je intuïtie inzetten? Nou, op heel veel gebieden, maar in coaching, in advisering, in het begeleiden van mensen en organisatie, kan je dat al inzetten in de voorbereiding. Je kan dus eigenlijk al, zodra je weet met wie je contact gaat hebben of weet met wat je met iemand moet gaan doen, kan je je al energetisch en intuïtief afstemmen, verbinden met deze persoon of met deze groep. En dat is omdat er geen tijd en ruimte is, ja, kan je dus al iets waarnemen van wat er gaat gebeuren of iets waarnemen van wat je tegen gaat komen. En dat helpt heel erg als je dan op het moment dat je ze dan fysiek ontmoet, heb je al eigenlijk energetisch heel veel voorbereid. Nou, je kunt ook tijdens de sessie, en dat is natuurlijk waar het heel veel ingezet wordt, van waar zit de kern, hè, wat ik net zei, van klopt het echt wat hier gezegd wordt? Raken we hier de kern of is dit het nog niet echt? En bij de een die ziet dat, de ander voelt het, de ander hoort het, en de ander krijgt misschien inderdaad de smaak in de mond. Oh ja, nou, nu zijn we er. Nu proef ik dat het klopt. Maar het gaat ook over welke interventies zet ik in. Ik heb soms wel eens dat ik me afstem op een groep om een training te geven. En dan zie ik ze in groepjes dingen doen en dan schuift er. Want dan denk ik, oh ja, ik moet iets doen met groepjes waar mensen in schuiven. Nou, en dan bedenk ik soms wat. Of dan komt er eigenlijk nog een oefening die ik eerder gedaan heb. Die combineer ik dan soms met een andere. En zo ontstaat er eigenlijk al interventies ter plekke of van tevoren. Nou, dat kan een 1-op-1 coaching ook. Van, oh ja, weet je, voor mij moeten we nu even naar buiten gaan lopen. Of voor mij moet ik nu even stil zijn en hem zijn lichaam laten voelen. Nou, weet je, zo kunnen er allerlei dingen binnenkomen via die 5 kanalen of 6 kanalen, die jou helpen om de juiste interventies te doen. Ja, en het voordeel daarvan is dat jij dus voorbij gaat eigenlijk aan die beschermlaag die we in de bovenstroom vaak hebben ontwikkeld. En dat je dus via die onderstroom contact maakt met die diepere laag en waar het echt over gaat. Dus dat je in de coaching en in de advisering eerder bij de kern komt, maar ook eerder mensen weten raken en dat ze zoiets hebben, oh ja, dit is inderdaad waar het over gaat. Hier moeten we mee aan de slag in deze organisatie. Of hier moet ik als persoon mee aan de slag. Nou, en wat ik hier nog heb gezet is de fles vol. Want dat gebruik ik zelf wel eens als je met een groep bezig bent, maar ook als je individueel bezig bent, van hoeveel rek zit er nog in, hoeveel ruimte is er nog voor een nieuwe oefening, of voor nog hoe lang kunnen we nog doorgaan. En dan kan je eigenlijk gewoon voorstellen dat er een fles is, en je stelt vaak jezelf eigenlijk intuïtief van hoe vol is deze fles? Nou, ik kijk hem dan en ik zit daar, wijs ik hem hier, zie ik, oh ja, die fles zit zo vol. Maar misschien kan je ook met jezelf afspreken, want als ik de smaak van whisky krijg, dan is die fles helemaal vol. Of dat je met jezelf voelt van, hey, tot waar zit die fles in mijn buik vol? Maar je gaat dus eigenlijk een soort meetlat maken voor hoe ver zijn we qua energie, zeg maar, in deze sessie, op hoeveel procent zitten we. En dat kan betekenen dat je zegt, oh ja, dan ga ik dus nog iets doen. Of je zegt van, nou, voor mij moet het hierbij laten. En ik heb het wel eens gehad met een groep. En we zouden tot 5 uur trainen, 5:30. En volgens mij was het 4:30. En we hadden zoiets van, nou, we moeten stoppen. Dus we zeiden, nou, wij stoppen. En die groep had zoiets van, ja, dat klopt. We zaten net met elkaar te overleggen. En we hadden zoiets van, ja, wij willen eigenlijk wel naar huis. En niet omdat ze graag naar huis wilden, maar omdat de fles vol zat. Dus dat werkt heel goed. Nou, en een heel ander vakgebied, en dat is wat ik met intuïtief ondernemen doe, is natuurlijk het inzetten voor je eigen bedrijf. Goed, we gaan eens eventjes wat ervaren. Dus als je nog vragen zijn, is dit wel het moment. En dan gaan we
is je intuïtie ervaren. Nou, mensen hebben natuurlijk vrij veel ervaring met intuïtie. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat opleveren voor jullie. Nou, zet je voeten maar eens lekker op de grond. Je hoort mij al een beetje zuchten. Voor mij werkt dat altijd om even uit te ademen. Flink inademen weer. En op zo'n uitademing word je stiller. Kom je wat meer tot de rust. Kom je ook wat meer in het hier en het nu. Dus je laat gedachten aan toen en straks. Laat je los. En op iedere inademing adem je stilte in. Adem je rust in. En iedere uitademing laat je dat wat de rust in de weg zit los. En dan richt je je aandacht op je voeten. En als er gedachten zijn trouwens, dan laat je ze gewoon zijn voor wat het is. Je hoeft ze niet weg te duwen. Maar je zegt, hé, gedachten, grappig. En ik kies ervoor om weer met mijn aandacht bij mijn ademhaling te komen. Ik voel de ademhaling in mijn lichaam. En op een uitademing zak je dan nog wat meer in je lichaam, in je lijf. En je richt dus je aandacht op je voeten. En je voelt die voeten en je verbindt die voeten met het middelpunt van de aarde. Je voelt echt hoe ze stevig verbonden zijn. Misschien zie je het, misschien weet je het. Dat ze helemaal verbonden zijn met het middelpunt van de aarde. En vanuit die aarde kun je ook energie of kwaliteiten omhoog halen die jij nodig hebt, die jou kunnen helpen. Voor nu. Dus misschien zeg je, ik wil wat energie, wat sprankeling, of juist wat stilte. Misschien wil je wat daadkracht. Of juist wat contemplatie-energie. En via je voetzolen laat je dat lekker je benen instromen. Je knieën, je bovenbenen. En dan hou je dat lekker zo je lichaam in. En je hoeft er verder ook niks mee, maar dat heb je dan nu gewoon meer toegang toegekregen. Maak vanuit je stuitje dan een holle verbinding met het middelpunt van de aarde, ook een soort afvoerbuis. Een aarding. Net zoals alle elektrische apparatuur geaard is. Is het ook fijn als jij geaard bent via je voeten, maar dus ook via je stuitje. En via op een uitademing kan je dus loslaten wat er los te laten is. Of misschien weet je het, misschien zie je het, misschien voel je gewoon nog wat uit je weg stromen. De aarde in via dat holle verbinding. Vanuit je stuitje. Het kan zijn dat je moet gaan gapen. Heerlijk, laat lekker gapen. Is ook een manier van loslaten, ontspannen. En vanuit je kruin maak je dan een verbinding met het universum, de kosmos, het grotere geheel. Ook daar stel je voor een verbinding helemaal naar het middelpunt van de aarde. Die is er ook helemaal misschien wel vertakt in het hele universum. Zodat je stevig verbonden bent met de aarde, maar ook stevig verbonden bent met de kosmos, het grotere geheel. En dan neem je eens waar hoe dat is om daar te zitten, te zijn. En
als er iets aandacht vraagt in je lichaam of in je systeem, dan geef je dat even de aandacht. Dus misschien wil je nog wel iets rekken en ontspannen. Misschien wil je nog ergens je hand leggen. En in de stilte kijk je of je nog wat dieper weg kunt zakken in die eenheid, in die intuïtieve laag, zoals ik het noem. De essentie, het veld. Dus iedere uitademing verstil je nog wat meer. Als je nog wat meer kom je in het diepere veld nog. Het kan zijn dat je dan nog weer iets tegenkomt bij jezelf, dat je spanning voelt. Adem er rustig in. Laat het weer los op een uitademing. Leg je hand erop. Zeg er ja tegen. Dat is het belangrijkste. En vervolgens kijk je of je nog wat dieper kunt zakken. En onderzoek voor jezelf of je in dat diepere zakken misschien ook wel meer verbinding gaat voelen met alles om je heen. Misschien merk je dat de grens tussen jou en de omgeving wat vervaagt. Je voelt de eenheid in jou en je voelt je deel van de eenheid. Iedere uitademing wat meer. En als je merkt dat je verdwijnt of dat je... Ja, dat het spannend wordt, dan kun je ook je kruin even, een soort diafragma, wat kleiner maken. Zodat het gaatje wat kleiner wordt. Je kunt je verbinding met de aarde wat steviger maken. Zodat je echt hier op aarde blijft. En tegelijkertijd voelt ja, hoe je verbonden bent eigenlijk met alles en iedereen om je heen. En vanuit deze verbinding met die eenheid reis je als het ware door de tijd naar het volgende moment dat jij iemand gaat ontmoeten. Iemand, een groep waarvan je zegt, oh, daar ga ik een contact mee aan. Dat kan dan zijn dat je een ontmoeting hebt, kan zijn dat je een coachgesprek, een adviesgesprek hebt. Je reist als het ware door de tijd naar die tijd dat je die persoon gaat ontmoeten. Je stelt je op ruime afstand deze persoon voor. En je voelt, neemt waar wat er bij jou gebeurt. Dus hier zal je merken dat je en jezelf waarneemt en het grotere geheel waarneemt. En jezelf en het grotere geheel. En je switcht daar een beetje tussen. Dus je verplaatst je aandacht naar jezelf. En dan weer naar het grotere veld. En je tast af, oh ja, wie ga ik ontmoeten? Wat voor persoon is dit? Wat voor energie hangt daar omheen? En wat doet dat met mij? Met mijn lichaam, met mij als mens. En je ademt lekker door. Soms is het spannend, houden we onze adem in. En wat heb jij nodig om in contact te kunnen zijn met deze persoon? Misschien heb je wat steun nodig en waar vind je die steun dan? Of
Kan je nog uit de aarde wat steun krijgen? Misschien heb je een bepaalde kwaliteit nodig. Misschien kun je een soort kleur om je heen voorstellen die die kwaliteit herbergt. Misschien ballonnetjes met bepaalde energie. Wees creatief voor jezelf. Wat heb jij nodig om neutraal bij deze persoon aanwezig te kunnen zijn? En vervolgens kun je je afvragen, wat heeft deze persoon nodig? Dus je kunt ook die persoon vragen van, hey, wat heb jij nodig? Welke beweging is, ja, over welke beweging gaat het hier? En wees nieuwsgierig hoe de antwoord komt. Misschien zie je het, misschien voel je het, misschien weet je het. De eerste flits is altijd waar. Welke beweging gaat het hier over bij deze persoon? Wat is de essentie van zijn of haar vraagstuk? En je neemt gewoon waar met al je intuïtieve kanalen. Je hoeft het nog niet te begrijpen. De taal hoef je nog niet te begrijpen. Je bent gewoon nieuwsgierig naar de beelden, de geluiden, de woorden. De geuren, de smaken en het weten dat op jou afkomt. En vervolgens haal je je aandacht weer helemaal bij jezelf en je voelt, neemt waar, wat heb ik nodig om met deze beweging om te kunnen gaan? Wat heb ik nodig om deze persoon, of deze organisatie, of dit team te begeleiden bij de beweging die nodig is, bij de essentie van dit vraagstuk? En kijk voor jezelf, waar haal ik dit vandaan wat ik nodig heb? Misschien moet je een soort hulpbron inschakelen. Misschien moet je nog even wat voorbereidend werk doen. Misschien kun je het gewoon in de energie en creatief iets aanbrengen. Waardoor jij nog makkelijker deze persoon of deze personen kan begeleiden bij de beweging die nodig is. En tenslotte vraag je jezelf, wat heeft deze persoon nodig? Welke interventie of wat... wat heeft deze persoon nodig, of deze groep nodig, om deze beweging te kunnen maken, om dit vraagstuk aan te kunnen gaan? En wees weer nieuwsgierig naar wat er komt. Kijk ook naar andere kanalen, misschien kan je wat horen, of wat proef je, wat voel je, wat zie je. En noteer het voor jezelf. Blijf nog een beetje in die intuïtieve stemming, maar noteer voor jezelf, wat heeft deze persoon nodig? Wat heb ik nodig? Welke beweging gaat het over? En als je niet helemaal helder hebt, dan kan je nog weer terug, je sluit je ogen weer. Dan ga je nog even terug naar dat beeld, of dat geluid, of dat gevoel wat je kreeg. En dan vraag je nog even door, waar gaat het precies over? Wat is hier naar de kern? Of je kan ook vragen, waar in dit beeld staat de persoon en waar sta ik bijvoorbeeld? Of waar staat de persoon en wat is dan de omgeving? Of je laat een film vooruitspoelen. Dus wees creatief in het onderzoeken van de informatie die gaat over... de persoon die jij als eerste tegen gaat komen. En welke beweging daar nodig is. Wat het van jou vraagt. Wat het van die persoon vraagt. Wat jij nodig hebt. Wat die persoon nodig heeft. En dan wil ik hem voor nu even afronden. En als je dit later terugkijkt, kan je op stop drukken en dan gewoon even doorgaan zoveel lang als je wil. En als je het live kijkt, kan je dit later er wel weer oppakken. Ga dan met al je aandacht nog
haalt hij weer helemaal terug bij jezelf. Bedankt deze persoon voor de informatie. Haal echt even al jouw tentakels, noem ik het altijd maar, terug. Dus ook die geheime, geniepige tentakeltjes die je altijd hebt uitstaan, omdat je gewoon lekker aan het voelen bent overal. Haal ze allemaal terug. Laat deze persoon helemaal los. Reis ook weer terug in de tijd naar het hier en nu, 7 oktober 2019. Bijna 8:15. Of de andere tijd als je dit later terugkijkt. In het latere dag. En voel nog even hoe het met jou is. Is er nog iets wat je nodig hebt? En langzaam kom je dan wat meer in het, ja, uit deze meditatie. Je rekt je wat. Je strekt je wat. En dan ben ik wel even benieuwd naar jullie ervaringen. Dus je mag wel even je ervaringen delen in de chat als je wil. Mag ook in de privéchat als je dat liever doet. Er zit een, volgens mij een soort wolkje met 1 en met 2 bolletjes. Monique zegt, wat een geweldige meditatie. En wat vond je zo geweldig, Monique? Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Oh, je zat er helemaal in. Ja. Ja, wat ik dus, het is mooi dat je dat zegt, want sommige mensen zeggen ook van, kan je dat niet vaker begeleiden, zeg maar, want het helpt zo als jij dat begeleidt. En nou ja, dat kan ik natuurlijk vaker doen, maar dan moet ik steeds bij je langskomen. Maar in het online materiaal, zeg maar, bij de opleiding, daar zitten ook een aantal van die meditaties, heb ik daar opgenomen. Ja, een app inspreken kan ook. Nou, ik heb voorlopig nog voor gekozen om dat via mijn online omgeving te doen. En er zit trouwens ook nu al in de online omgeving, daar kan je ook een gratis account aanmaken. www.intuitiefondernemenacademie.nl kan je een gratis account aanmaken en daar krijg je een aantal meditaties al gratis toegang toe. Ja, vragen mag. Monique vraagt, mag ik nog een vraag stellen? Ja. Vragen staat altijd vrij bij mij, dus ik zeg wel als ik het luister er gewoon niet naar, dan behandel ik hem later als ik het niet handig vind. Als er nog andere reacties zijn, ja, voel je vrij om te reageren. Ja, Monique vraagt nog van, mijn mond viel letterlijk open. Enig idee waar dat vandaan komt. Ja, dat is het interessante. Dat is dus een signaal van je intuïtie. Ik noem dat meer het voelen, hè, want dat gaat via je lichaam ook. En dat is wel interessant als je dus intuïtie verder wil gaan ontwikkelen. Is het ook wel slim om een soort dagboekje bij te houden. Daarom zeg ik, schrijf het op. En vervolgens kom je die persoon dadelijk tegen. En dan kan je terugkijken. Kan je zeggen, oh, nu snap ik waarom ik die mond open had. Nou, en als je dat vaak genoeg doet, dan kan je de volgende keer van tevoren doorkrijgen waar je mond. Maar dat kan, je kan bijvoorbeeld metaforisch, hè, mijn mond valt van open. Maar het kan ook zijn dat je juist heel erg aan het ontspannen bent. Het kan zijn dat je een gegeven paard niet in de bek moet kijken. Het kan zijn dat het echt gaat over ademen. Het kan gaan, nou, het kan over allerlei verschillende dingen gaan. Dus ik weet niet, daar kan je niet zo, zeg maar, iets algemeens over zeggen. Suzanne zegt, mooi dat hij vragen mag stellen aan de ander en wat je voor jezelf nodig hebt. Ja, dus ja, als je met de ander werkt, is dat wel goed. Nou, ik stel altijd van dit soort vragen en ik denk, kijk, ik heb het ook wel geleerd dat je eerst heel veel toestemming moet vragen. Dat je met een gouden bal boven iemands hoofd werkt om een soort van bescherming op te bouwen. Dat je niet door iemand zijn bescherming heen gaat. Maar ik denk, ja, als de intentie goed is, als de intentie positief is om die ander te helpen, dan vertrouw ik erop dat, en dat heb ik ook wel gemerkt, dat die informatie komt die nodig is. Ik merk ook bij sommige mensen dat daar krijg je gewoon bijna geen toegang tot die intuïtieve laag. Want die hebben dat gewoon lekker beschermd, die hoeven dat niet vrij te geven. En anderen staan juist heel open en merk je dat het in de flow veel, ja, veel makkelijker is om daar toegang toe te krijgen. Fijn om te ervaren, zegt Annemarie, wat het al voor inzicht geeft bij het visualiseren van de klant die nog moet komen. Ja. Alleen dat is soms al fijn, zeg maar. Is dat je, en het mooie is, als je dan die klant echt gaat ontmoeten, dan is je systeem er eigenlijk al aan gewend, aan de energie. Die heeft al even dat gevoeld. En dan zou je niet meteen van schrikken. Of dan, nou ja, dan kan je er makkelijker mee omgaan. Dus dit is een hele fijne manier om het voor te bereiden. Dus dat is een van de manieren waarop je intuïtie kunt inzetten in de coaching. Dus, oké. We gaan weer verder. Ja. Wat is dan intuïtief coachen en adviseren? Ja, ik zeg mensen en organisaties een stap verder helpen. En helpen is natuurlijk niet zo'n heel fijn woord, maar dat is, ja, begeleiden. En het gaat stapje voor stapje. Dus voor mij is dat ook niet dat je dan meteen een heel plan hebt om iemand heel, heel veel verder te helpen.
Want ja, ik werk in mijn coaching bijvoorbeeld ook nooit met een heel traject. Ik werk wel met trajecten, maar niet van, oh, ik weet nu werk en dan gaan we 5 stappen doen en dan zijn we klaar. Want ja, het leven is één grote beweging. En als ik iemand over een week zie of over een maand zie, dan is het vaak over anders. En dan zijn er dingen gebeurd zijn. Dus het gaat echt stap voor stap. Ja, voor mij is wel een belangrijke vraag: wie doet het werk? Ik zie coaches wel eens heel hard werken. En ik denk, ja, in principe moet je niet zo hard werken. En zeker als je meer vanuit een zijn aan het coachen bent. Hè, de toestand die je net hebt ervaren, die kan je ook tijdens het coachgesprek. Ik zou niet zeggen, ga met mijn ogen dicht zitten mediteren. Maar je kan wel in een soort van andere laag komen voor jezelf. Dat je veel meer vanuit een zijnslaag bezig bent, in plaats van vanuit een doellaag en een actielaag. En dan is de coachie wat meer aan het werk. Maar ook vanuit een soort gedragenheid, omdat jij zeg maar die bedding biedt door te zijn. En eigenlijk, ja, ze noemen dat dan holding space, door die ruimte vast te houden waar alles mogelijk in kan zijn. Nou, dat is ook in de opleiding, ga ik daar wel echt wel mee bezig, van hoe kan je die holding space groter krijgen voor jezelf? Hoe kan jij nog meer thema's aan? Hoe kan je nog meer polariteiten waar het vaak over gaat aan? Zodat je, ja, je veel meer klanten verder kan helpen en klanten ook veel verder kan helpen. Omdat alles er mag zijn en niet alleen maar dit stukje van het spectrum. En ja, dat is dus voor mij ook van wie doet het werk, is dat gaat dus over dat jij alleen maar in een zijnstoestand hoeft te zijn. En vanuit daar wel interventies doet. Maar het werk. Ja, de ander heeft een probleem of een vraag, of die wil ergens mee naartoe. En ja, het is ook veel sterker en krachtiger voor die ander als je hem de mogelijkheid biedt om dat zelf te doen, zeg maar. Ja, van waar komt het, hè? Is het een soort van heel hard nadenken en een soort van overtuiging over het leven? Of is het iets wat vanuit een soort dat grotere zijn en grotere bewustzijn komt? Nou, wat ik net zei, heb je een vast plan of ga je met de flow mee? Nou, ik ben echt vanuit die flow. Hoewel, laatst kreeg ik dus terug van iemand die zei: ja, je bent zo lekker gestructureerd. Dat vond ik fijn. Daarom kies ik voor jou als coach. Nou, ik vond het fantastisch. Want die structuur kwam bij mij dus ook intuïtief. Ik ging haar echt uitleggen van, nou, zo en dan, zo en zo. En ik denk, ja, en soms ben ik echt wel verbaasd over wat er dan, ja, wat ik dan aan het doen ben. En ik denk, dat doe ik normaal helemaal niet. Maar deze vrouw had dat nodig. Nou, dus los van die polariteiten, dus kun je, en dat is wel echt ook, nou ja, de essentie eigenlijk van het intuïtief coachen, kun jij alle plussen en alle minnen omarmen, integreren in jezelf, ook onderkennen en daardoor in een soort nulpunt zijn waar alles mogelijk is. En in dat nulpunt ontmoet je ook eigenlijk alles van die ander. En kan je dus ook vanuit alles wat er is een interventie doen of niet doen. Maar dan kan je beslissen wat je doet, zeg maar, in plaats van, nou ja, ik heb alleen maar dit geleerd of. Oh, nou gaat ze huilen, dan gaan we die kant op. Of, oh jeetje, nu gaat het over dat thema, dus laten we maar een andere kant op gaan. Of, oh heerlijk, we hebben het weer hierover, dan ga ik eens eventjes vol in. Dus dat is wel waar het voor mij over gaat. En dan wordt het dus een dans tussen jou en de klant. En ja, een dans is altijd wel leuk, vind ik. Nou, waarom moet je je intuïtie inzetten? Of ja, je moet natuurlijk niks, maar waarom geloof ik daar zo in? Nou, je gaat sneller naar de kern, heb ik al over gehad. Je gaat minder hard werken, omdat, nou ja, je hebt net gezien, de voorbereiding bestaat eigenlijk uit even een meditatie doen. Verder hoef je niet zoveel voor te bereiden, omdat in het moment, en dat moet je echt wel leren, heb ik ook echt wel moeten leren, dat je in het moment ja, kan stromen, zeg maar, in het moment die flow kan pakken. Daarmee creëer je dus ook echt dat die ander zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. Doordat jij minder hard werkt, gaat die ander de verantwoordelijkheid pakken. En dan komen duurzame oplossingen. Wat bedoel ik met duurzaam? Dat is eigenlijk die laatste ook. Het creëert een beweging naar eenheid. Doordat je in dat veld zit waar geen tijd en ruimte is, waar geen jou en mij is, geen polariteiten zijn, ontstaat er dus interventies, ontstaat er dus een coaching of advisering die mensen helpt om ook meer richting die eenheid te komen en ook vanuit die eenheid beslissingen te nemen in plaats van een soort van dualiteit en ik moet vechten tegen die en ik moet me staande houden hier, ontstaat er veel meer een stroom van het samen zijn, waardoor je dus veel duurzamere oplossingen krijgt, die dus langer doorwerken, maar ook goed zijn voor mens, voor dier, voor de planeet, voor, ja, niet alleen voor de ene mens, maar ook voor alle mensen eromheen. En ik geloof, en ik zie dat ook iedere keer weer, dat door die intuïtieve interventies,
komen dus ook oplossingen en oplossingsrichtingen die daar veel meer over gaan in plaats van over het beste voor jezelf creëren. Goed. Ik zal even weer. Zijn er vragen tot nu toe? Wat dat betreft, want dan wil ik zeg maar meer naar die opleiding, dat ik daar wat nog wat over vertel, van waar gaat die opleiding nou over en ja, hoe zit die in elkaar? Als je daar trouwens ook vragen over hebt, stel ze ook gerust. Ook als je dit dus later terugkijkt in de chat, kan je altijd nog een vraag stellen en dan ga ik die beantwoorden. De opleiding. Ja, het gaat dus eigenlijk vooral over jou als instrument, en niet zozeer over allerlei tools. Je leert ook wel een aantal tools, maar het is geen opleiding waarin je zeg maar een bepaalde methodiek leert. Het is echt dat je vooral ontleert. Je bent vooral bezig met loslaten, met ruimte creëren, met je eigen patronen ontrafelen en loslaten. Waardoor je dus veel meer een zuiverder instrument wordt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus je ontwikkelt daarmee ook je intuïtie. We krijgen deze beweging. Je ontwikkelt echt van, wat zat er allemaal ingepakt? En hoe kan ik dat? Oh, interessant. Als ik dit allemaal los krijg, dan is er nog meer intuïtieve informatie. Nou, het zijn 5 blokken van 2 dagen. En het ligt een beetje aan, want zoals je misschien gezien hebt, ik plan de data zodra er genoeg mensen zijn. Nou, die heb ik inmiddels. Nou, niet helemaal, maar ik heb wel genoeg om de data te gaan prikken. En dan probeer ik blokken van 2 dagen te creëren. Omdat ik daar wel, dat vind ik het fijnste werken. Maar ik geloof ook, en dat heb ik ook wel gemerkt, dat voor sommige groepen dat misschien niet heel goed is. Dus nou ja, dat blijkt allemaal weer uit die data. Dus soms kan zijn dat er sommige blokken uit elkaar getrokken worden. Maar dit is wel de intentie. Het eerste blok gaat echt over bewustzijn en intuïtie. En ik heb dat zijn met een hoofdletter gedaan, dat het voor mij inderdaad over bewustzijn gaat. En hoe je dat bewustzijn kunt verruimen en je intuïtie kunt versterken, zeg maar. Het tweede blok is wat meer op het zakelijke markt gericht. Dus van, hoe doen we nou met elkaar zaken? Hoe onderneem je, maar ook hoe doe je met elkaar zaken in een groter bedrijf? En dan vanuit die intuïtieve stroom. Daar zit ook het systemisch gedachtegoed wat meer in. En dan ga je ook voor jezelf kijken van, wat kom ik tegen in mijn zakelijke omgeving? Vervolgens gaan we dan kijken van, hoe gaat dat dan in interactie met een coach en een coachie? Dus dan ga je echt naar dat advies en dat coachvak kijken. En hoe sta je daarin als coach en welke interventies kun je doen? Dan komt er een blok waar we wat meer echt helemaal die onderstroom induiken. En van, wat is nou met energie? Hoe kan je daar nou mee werken? Hoe kan je ondersteunen in de energie? Hoe kan je voorbereiden in de energie? Wat zijn energetische manieren, zeg maar, om in coaching, maar ook in advies te werken? Dus waarbij bij Reiki, zeg maar, en bij healing is het heel direct dat we werken met energie, met je handen. Hè? En hier kun je ook, want ik gebruik het eigenlijk altijd in een zakelijke context. En de ene keer kan het wel, maar de andere keer kan het er vaak ook niet. Dat je echt dat energetisch werk heel erg duidelijk maakt. Maar er zijn toch ook manieren om met de energie te werken. Nou, dan hebben we de 5e module. Dat is ook die. Ja, is echt altijd aan elkaar met een overnachting erbij. En die gaat over bewust te zijn als coach en adviseur. En daar zaken we eigenlijk nog een laag dieper. En dan gaan we nog wat meer de stilte opzoeken. We gaan nog wat meer onderzoeken van, wat gebeurt er nou als ik echt alleen maar ben en niks doe? En alles wat je daar weer tegenkomt, gaan we ook weer loslaten en transformeren. En dat is dus wat eigenlijk in die hele opleiding lopen een aantal leerlijnen door elkaar. De eerste leerlijn is van, hoe kan ik nou mijn intuïtie inzetten, coachen en adviseren? De tweede leerlijn is dat je daar een aantal dingen bij jezelf tegen gaat komen. Dus je gaat een aantal van je eigen patronen ontrafelen en loslaten. En je gaat je intuïtie wat meer plek en ruimte geven. Ten derde kan je natuurlijk, we moeten op elkaar oefenen, want ik heb geen blik met klanten iedere keer. Dus je gaat ook je eigen vraagstukken op het gebied van ondernemen, misschien wel op het gebied van je leiding geven, op welk gebied dan ook. Die kan je dus ook inbrengen, want dan ga je dus als coachie aan de slag en dan ga je dus naar kijken. Dus die 3 leerlijnen zitten erin. En er zit nog een soort theoretische leerlijn van, hoe zit de wereld nou in elkaar? Als het gaat over als je meer intuïtief naar die wereld gaat kijken, meer systemisch naar die wereld gaat kijken. Nou, ik gebruik allerlei verschillende methodieken, maar opstellingen, systemisch werk is voor mij een hele zware pijler. Ik heb ook een hele aparte opleiding als je opstellingen wil leren begeleiden, de magie van opstellingen begeleiden. En we zullen hier zeker ook met opstellingen aan het werk gaan. En een beetje afhankelijk van de groep kunnen we ook daar wel al wel zelf wat mee oefenen. Dus dat je in een-op-een settings wel leert om iets met opstellingen te doen.
Visualiseren zullen we zeker mee werken, wat we net ook gedaan hebben. Loslaten, Sedona-methode gebruik ik heel veel. Dat is echt een hele krachtige techniek, maar ook de meermethode. Vervolgens energetisch. Ik werk veel met mijn handen, zeg maar. Al dan niet heel direct. Maar ik heb ook bijvoorbeeld energetische flesjes waar we mee kunnen werken. Maar voornamelijk gaat het over dat jij je intuïtie inzet. En dat je dus ook leert om jouw eigen interventies te gaan ontwikkelen. En misschien dat jij zegt, oh, maar ik wil met intuïtiekaarten graag gaan werken. Of ik heb juist een soort heel rationeel model, maar dat wil ik eigenlijk wat meer intuïtief maken. Dus dit is ook wel een speelplek, werkplaats, om jouw eigen technieken en methodes te kijken. Hoe kan je daar een intuïtieve laag aan toevoegen? Nou, zoals ik al zei, je krijgt toegang tot het online materiaal. Blijf je, zolang het online materiaal beschikbaar is, krijg je daar toegang, zeg ik dat goed? Laat ik zo zeggen, voor de duur van de opleiding krijg je daar toegang toe en dan kan je het in ieder geval downloaden. Want ik pas het eigenlijk aan naar gelang de groepen, anders krijg je op een gegeven moment toegang tot online materiaal van de volgende groepen, dat is niet zo handig. Dit zijn een aantal reacties van mensen. Ik kan betere interventies doen, zegt Gerjan Sweers. Meer bij zichzelf te zijn. Veel meer leren vertrouwen op zijn intuïtie. En daar dat ook inzetten in zijn werking. Nou, Janette zegt van hey, het is echt een veilige omgeving. Ze was een wat meer beginnende coach. En ik merk dat het nog steeds doorwerkt. Nou, dat is al best wel lang geleden. Ze heeft ontdekt dat ze inderdaad de intuïtie kan inzetten in het coachen. En ze heeft zich meer durven laten zien. Ja, en de lunches die zijn bij mij altijd lekker, kan ik niet anders zeggen. Maar goed, daarvoor doe je natuurlijk geen opleiding. En Camille die zegt van het was verrijkend en niet zweverig. Hij dacht eerst van nou, misschien een beetje zweverig. Maar dat is het juist niet. Het is juist heel praktisch. Hij heeft het zichzelf geholpen en de anderen. Dat zijn die twee leerlijnen waar ik het over had. Nou, verschillende nieuwe technieken uit je comfortzone. Ja, je gaat uit je comfortzone. Dat is ook wel waar ik je toe uitnodig. Want als je, een hele discussie natuurlijk over comfortzone. Maar als je een beetje, we gaan het een beetje oprekken. Zodat je wat meer variatie kan aanbrengen, zeg maar, in je interventies en in de manier waarop je coacht. Want daar geloof ik wel in. Dat hoe breder je dat maakt, hoe meer mensen je ook aan kunt. En hoe meer je ook, zeg maar, flexibel bent in het begeleiden van mensen. Want de een vraagt het een en de ander vraagt wat meer het ander. Goed, wat ik je wil aanbieden. Als jij je aangemeld, zeg maar, met deze code WEB0710 van webinar 7 oktober, dan krijg je het Versterk je intuïtie in 4 weken programma. Dat is een online programma, krijg je er gratis bij. Kost normaal €100, 97. En dat is eigenlijk een 4 weken programma waarin je dus je intuïtie al wat meer leert ontwikkelen en nog meer wat oefeningen daarin krijgt. Dus dat is een hartstikke mooie voorbereiding eigenlijk op de opleiding. En je krijgt een Human Design Consult bij Jeanette Lamme. En dat is een hartstikke mooie manier om jezelf ook wat meer te leren kennen. En dan op het gebied van intuïtie en intuïtief coachen en adviseren. En dat kun je dan ook weer meenemen in die opleiding. Dus ik heb specifiek voor 2 dingen gekozen. Waarvan ik zeg, die help je echt om die opleiding te verrijken en te versterken. Dat Human Design Consult kost normaal €60. Maar dat krijg je nu gratis erbij. Dus ik vind het fijn dat iedereen die dus om meedoet aan de opleiding deze Human Design Consult krijgt. Maar wel goed om eventjes dan die code aan te geven bij het opgeven. Nou heb ik natuurlijk een mooie link daar naartoe. Even kijken. En dat is hier. Dus onderaan zie je nu, als je hier klikt, dan kom je dus op de pagina. Dus als je hieronder klikt. Als je naar mijn website www.intuïtiefondernemen.nl gaat, dan kan je ook bij trainingen kan je zien de opleiding intuïtief coachen en adviseren. Nou, dan staat hier helemaal uitgelegd. De modules staan verder uitgelegd. De prijs staat uitgelegd. Klik wel even op de tapjes. Bovenin staan allemaal tapjes. Onder andere met praktisch waar de prijs staat. Mocht je vragen hebben, neem gewoon contact met me op. Als je zegt, ik wil gewoon even een intakegesprek via de Skype. Helemaal goed. Het moet gewoon wel bij je passen. Er staat ook nog een oefening op mijn site. Intuïtief beslissen. Als je daar op zoekt op mijn website, dan vind je een oefening met papiertjes op de grond waarmee je heel goed kan kijken van is dit nu het moment om deze opleiding te volgen. Doe hem gerust en als het ook uitkomt, ik moet deze opleiding niet volgen, helemaal prima. Deze bonussen zijn ook niet beperkt geldig of alleen vanavond, want ik geloof daar niet zo in. Dus doe het gewoon lekker op je eigen moment. Wat wel zo is, is dat ik denk volgende week of de week daarna ga ik de data prikken. Wil je daar invloed op hebben? Dat je zegt, hey, dan past het misschien nog in mijn agenda. Dan kan, want ik hou daar gewoon rekening mee.
of die 3 dagen liever niet. Ja, dan is het wel handig dat je je nu opgeeft, want dan ga ik daar gewoon rekening mee houden. Goed, als er nog vragen zijn, dan is dit het moment om ze te stellen. Monique zegt, hele goede oefening, die oefening met het intuïtief beslissen. Ja, dat hoor ik van meer mensen. En ik vind het zelf ook altijd een fijne oefening. Hij werkt namelijk zo dat hij jou je extra informatie geeft bovenop wat je bedacht hebt. Dus het geeft je echt lijfelijke informatie of ja, intuïtieve informatie over die verschillende keuzes. En als je dan neerlegt, hey, moet ik de opleiding bij Martijn doen? Moet ik de opleiding ergens anders doen? De opleiding later bij Martijn doen? Of een vraagteken? Nou, en als je die briefjes op de grond legt en daar naartoe loopt en dan erop gaat staan, dan gebeurt er van alles. En bij de verschillende briefjes gebeuren er verschillende dingen. Als je de briefjes dan ook nog blind maakt, dus je schudt ze door elkaar en je weet niet wat is, maar je schrijft hem wel even op bij briefje 1 voelde ik dat, 2 voelde ik dat. Dan is het eigenlijk heel intuïtief, want je weet niet op welk briefje je stond. En dan kan je wel bepalen, hé, maar dit vind ik eigenlijk fijn, dit is het gevoel wat ik wil. Nou, dan open je dat briefje en dan zie je van, oh ja, dat is dan eigenlijk wat ik moet volgen. Goed, volgens mij zijn er geen vragen meer. Nou, je weet me te vinden, martijn@intuitiefondernemen.nl. Ik wens je nog een hele fijne avond, of als je dit later kijkt, een hele fijne middag, ochtend, wat dan ook. En nou, ik hoop je graag te zien bij de opleiding of bij een ander webinar. Ik zie dat er nog. Ja, dankjewel. Hartstikke mooi en tot ziens.